Maar ik had zomaar het gevoel, wil dit weer op gaan pakken. Geen idee of ik dit echt weer wekelijks ga doen. Maar voor nu, in ieder geval deze week wel. Want het is eindelijk zover. Het is de week. Het is vandaag woensdag. En zaterdag gaan mijn ouders en zusjes verhuizen. Dus dat betekent dat vanaf zaterdag dit huis eindelijk echt van Justin en mij is. Dat wij vanaf zaterdag samen wonen. Oh my god. Want mijn ouders die gaan verhuizen naar het huis van mijn opa en oma. Dat hebben zij gekocht. En nou, na heel lang wikken wegen hebben Justin en ik dit huis gekocht. Wil je daar alles over weten? Kijk dan even de video. Wij gaan samenwonen, geloof ik. Vandaar leg ik alles in uit. Vanochtend heb ik nog gewerkt voor fanbranding. Heb ik best wel wat klussen afgerond. En vanaf nu sla ik de laptop dicht. En ga ik tot en met volgende week maandag de laptop ook niet meer openen. Vanaf nu ga ik inpakken, opruimen, schoonmaken. Vooral mijn ouders helpen. Want zolang het bij hun nog niet af is. En zolang hun nog niet hebben ingepakt. Gaan ze ook niet weg. En kan ik ook niks. Wat verzamelt een mens veel spullen. Niet normaal. Dus ik moet ontspullen. Buiten stormt het echt. Dat is niet normaal. Echt ook windhozen. En hier gelukkig niet. Maar wel andere plekken in Nederland. Dus de perfecte dag om dit uit te gaan zoeken. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik heb mijn bed maar even opgemaakt. En ik denk dat ik het beste gewoon alles hieruit kan halen. Op mijn bed kan leggen en uit gaan zoeken. Wat er van mijn ouders is. Wat van mijzelf tijdelijk wel even in dozen of tassen kan. Oké, dit is dus allemaal één plank. Ja, nu is het er allemaal uit. En nu, zeg maar. Wat ga ik er nu mee doen dan? Allemaal leesboekjes van vroeger. Ja, dat ga je natuurlijk niet weggooien. Maar ik denk dat mijn ouders dit gewoon meenemen. De dozen zitten vol met verjaardagskaarten van mijn 12e verjaardag, 15e. Dus ga je allemaal lezen. Dat is leuk. Maar dan schiet het dus niet op. Dus ik ga nu denk ik gewoon maar tassen pakken. En die vullen. Mijn spullen op zolder zetten. En alle boekjes en zo van mijn ouders maar bij hun verhuisspullen zetten. I don't know. En dan nog maar te zwijgen over dit, hè. Ik leef dus al weken uit tassen. Omdat het gewoon niet meer past. Ik moet het gewoon echt uitzoeken. Dus ook dat is zeker iets wat op de planning staat. Want dan kan ik mooi alles weer lekker op Vinted zetten. Het zijn allemaal kaartjes die ik heb gekregen toen ik net het Songfestival won. Mega veel tekeningen en niet normaal. En ja, wat moet je ermee? Maar ik ga het ook echt niet weggooien. Dus het gaat gewoon weer naar zolder. En dit is het enige wat terug is gegaan in de kast. Want voorlopig kan dit hier nog even blijven staan. Totdat dit dus officieel mijn kantoor is. Gaan we door naar dit plekje van mijn kast. Oké, derde shirt van vandaag. En ik ben nu op het punt, ik wil niet meer. Maar je moet door. Oh, wat vreselijk. Ik ben nu alle beddengoed aan het uitzoeken. En hier op de bovenste plank lag zeg maar al het beddengoed ook van mijn zusjes. Nou, even een tussenstand van hoe het er nu uitziet. Dit is allemaal van mij, dus dat is heel lekker. Dan hoeven we daar met de verhuizing niet meer aan te zitten. En ook dit is allemaal van mij, dus ook daar hoeven we niet meer naar te kijken. Silke moet haar kleding allemaal nog op gaan ruimen. En dit is dus mijn kledingkast. Dus ik ben heel blij dat ik straks alle vier deze planken heb om mijn kleding op te leggen. Hier is het super netjes. Ook alleen maar mijn spullen. Dus ook hier hoeven ze niet meer te zijn. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Dit wordt echt een mega rommelige vlog. Want de ene dag vlog ik wel en de andere dag niet. Maar vandaag is de eerste officiële verhuisdag. Morgen gaan we alle grote dingen verhuizen. Zoals bankstel. En je kent het wel. En vandaag alle dingen die we in de auto kunnen verhuizen. Dus alle kleding en dat soort ongein. Nu ben ik aan het wachten op Sil. Want we gaan naar de Quantum. Ik ga namelijk naar mijn prullenbak ophalen die ik heb besteld. En we moeten gordijnen halen. We moeten verf halen. Dus let's go. We beginnen onze dag bij de Gamma. Nou, het bed is binnen. Zulke de lamp is binnen. Mijn prullenbak past allemaal weer net. Dus op naar het huis. Nou, het is inmiddels 2:30. Het voelt echt al als 5:00 s'avonds. En we zijn nog steeds keihard aan het verhuizen. Weer helemaal vol. We zijn denk ik echt al 10 keer heen en weer geweest. En zo warm. Dus top timing om te verhuizen. Maar beter dan de storm van afgelopen week. We zijn dus met mijn ouders auto. En nu liggen echt die dingetjes erin die we makkelijk met de auto kunnen verhuizen. Morgen hebben we een grote aanhangwagen. Good morning! De eerste echte grote verhuisdag vandaag. De eerste echte en ook de laatste. Het is vandaag de echte grote verhuisdag. Vandaag gaan mijn ouders officieel over naar het nieuwe huis. Dus dat betekent dat Justin en ik vanaf vanavond, nou ja, morgen, want we
vanavond gaan we waarschijnlijk nog even bij Justin thuis slapen. Dat wij officieel samen wonen. Oh my god. Ik ben nu onderweg naar mijn oma. Het is kort over 7 ochtend. Bij mijn oma liggen allemaal spullen die naar het nieuwe huis moeten van mijn ouders. Dus let's go. Bedje van boven gehaald bij oma thuis. Mee op de car naar het nieuwe huis. De allereerste lading. Alles bij ons uit de tuin. Aangezien het vandaag 30 graden wordt, dachten we daar beginnen we mee. Want dan kunnen we hier lekker buiten zitten. Nou, binnen staan de stoelen. Tafel moet nog. Eindelijk een begin. Stukje voor stukje wordt het al meer. Af. Hé jongens, hebben we er zin in vandaag? Ja. Ja. Nou kijk, we zijn onderweg met de tweede lading. En alles staat hartstikke goed vast. Alleen die meiden die geloven het niet. Dus die rennen mee. We gaan echt retensnel. De eettafel staat nu. De bank. Wat lekker. We zijn echt een supergoed team met z'n allen. Mijn ouders die zijn hier om alles neer te zetten waar het hoort. En wij in het oude huis alles weghalen. Hoe gek is dit? Het is gewoon helemaal leeg hier in de keuken. De zon schijnt mega naar binnen. Dat is een beetje lastig om te laten zien. En hier schiet het ook lekker op. Zo gek, hè? Good morning. Oh, ik ben helemaal kapot. Gisteren de hele dag verhuisd. Nieuw huis van mijn ouders. Zijn ze helemaal over? Ik ga het jullie even laten zien. Nou, het is natuurlijk nog wel een rommel. Want we moeten nog heel veel. Ze moeten nog heel veel uitpakken. De bank staat mooi. Ja. Schilderij moet nog opgehangen. Dus vandaag gaan ze verder. En vandaag starten wij in ons huis. Ben ondertussen bij Justin thuis geweest. Want daar hebben we alles in tassen gedaan. Hier hebben we allemaal handdoeken van mijn ouders die we mogen houden. Want die kunnen we mooi gebruiken voor het schilderen. En hier al zijn spullen. En er is heel veel opgeborgen. Al zijn kleding is al opgeborgen. Maar zoveel gereedschap, die jongen. En echt helemaal nat van het zweet. Ik loop nu naar mijn ouders weer. Daar gaan we lekker lunchen. En dan gaan we verder met hier alles gereed maken. Schoonmaken. Een beetje aanvegen hier en daar. Zodat als onze vrienden vanavond komen, het gezellig is. En we morgen schoon van start kunnen met de boel smerig maken. Weer een nieuwe dag, weer een nieuwe ronde nieuwe kansen. En vandaag gaan wij voor het eerst ontbijten van onze nieuwe borden. We hebben gisteravond alles in de afwasmachine gedaan. Gisteravond waren onze vrienden langsgekomen, mega leuk. En nu gaan we lekker ontbijten van onze nieuwe borden. En ik ga straks een video opnemen waarin ik alle kastjes ga innemen. Wij hebben de Action even leeg gekocht. Allemaal dingen, ja, die je gewoon toch echt moet hebben. Nu door naar de Xenos. Terug uit de stad. En nu is het tijd voor een tosti. Dus dat betekent dat we ons eigen nieuwe tosti-ijzer gaan inwijden. Dit heeft Justin gekregen van zijn moeder. Hey, wat doe je dat ruim allemaal, joh? Sorry. Nou, doe je ding. Nou, hij hebben eigenlijk samen gekregen. Oh, dit ding groot, joh. Moet ook. Zo. Het was een mooi twee tosti's naast elkaar. Ik heb net een hele tijd gefilmd, want ik heb namelijk de hele keuken ingeruimd. Alles staat nu in de kastjes waar het hoort. En daar komt binnenkort een video over op YouTube. Maar ik denk dat die eerder online staat dan deze vlog. Sneak peek geven. Overal leuk, de video. Ja, chill hè. En dit ook allemaal zo leuk. Hoewel we nog gaan schilderen. Dus al die decoratiespullen moeten er allemaal nog een keer af. Dus het is nog niet op zijn vaste plek. Wil je hier in de keuken iets schuren? Ja, ik wil het wel proberen. Oké, nou. Eerste avondmaal hier. Het begint toch goed, want Jus kookt. Dat houden we erin. Het ziet er heerlijk uit. Gewoon alles bij elkaar gesmeten. En dat gaan we nu even de oven in doen. Good morning. Ik ben net lekker wakker geworden en nu ready maken voor een fanbranding ochtend. Bij een bedrijf maak ik content voor hun social media. Dus ik heb net alles voorbereid. Ik ga me nu lekker klaarmaken. Even lekker douchen. En dan ga ik die kant op. Nou, ik denk dat ik mezelf voor het eerst in 5 dagen weer aan heb gekleed. Als in een beetje mijn best heb gedaan. Het is geen idee welke dag het is, maar wij zijn weer bezig met het project. We krijgen namelijk volgende week vloerverwarming, dus alles moet eruit. Mijn ouders ooit zo'n hele leuke vensterbank bank
gemaakt. Ook daaronder ligt een vloer en die moet eruit. Ik ga ook binnenkort een tour opnemen. Dat wordt een extra video, een aparte video, geen vlog. Waarin ik jullie het hele huis ga laten zien hoe het er nu uitziet. En dan uiteindelijk als het helemaal af is, krijg je natuurlijk weer een tour. Maar het is wel leuk als ik het een beetje vertel, dat jullie weten waar ik het over heb. Nou, dat was de bank. De vensterbankbank. Kan ze dat, hè? Het is nog een kwestie van zorgen dat je het niet ziet. Gaat de eerste plank. We zouden niks meer doen, maar we kunnen het natuurlijk niet laten. Hey, het is vandaag woensdag en ik ga naar mijn oma. Oh, een kaartje. En mijn oma heeft al mijn handdoeken gewassen. Zo cute. En die ga ik halen. Even kijken hoe leuk dit is. Samen in één huisje. Oh, dit is een leuke kaart. Wat grappig. Dit vind ik al zo leuk, dat alle post die bezorgd wordt voor ons is. Nou ja, trouwens, die blauwe brief vind ik helemaal niet leuk. Maar dit is... Dit vind ik zo lief. En ik heb dus nu alles hier ook zo neergezet. Och, lekker schoon. Ja, nou goed zo. Blij dat u dat even wou doen voor mij. Nou, ik ben weer thuis en ik ben zo moe al de hele dag. Er komt echt niks uit mijn handen. De hele tijd dat je denkt, ik moet echt even zitten. Hier liggen de handdoeken nu. En dit zijn de oude handdoeken van mijn ouders. Maar echt alle kleuren. Deze erin, hoe perfect zijn ze. Ik heb ze gekocht bij de HEMA. 20 handdoeken, 10 washandjes en 10 gastendoekjes. En wij houden alle handdoeken ook, want... Die kunnen we dan mooi gebruiken voor als we gaan verven. Kijk eens even. Alles ruikt lekker. Het past precies mooi in de la. Ach, en als je hem dan zo open doet, ja. Perfectie noemen ze dat. En dan is het nu tijd om te gaan schuren. Dat heb ik dit van de week al even uitgeprobeerd. En mijn doel is om alle rechte stukken gedaan te hebben voordat Jus thuis komt. En we weten allemaal dat dat niet gaat lukken. Hetzelfde deel van onze tuin. Tafeltje, als het mooi weer is. Ja hoor, dat was hem. De vloer is eruit. Before. Hey, good morning. Ik moet zo inkomen met het vloggen. Ik vergeet het gewoon, want ik zeg good morning, maar het is al 10 voor 12. Ik zit echt al super lang hier op mijn mega productieve plek. Want geen eettafel, dus ik doe alles vanaf de bank. Ik heb al 2 TikToks opgenomen, geëdit. En die staan al in concepten op TikTok. YouTube video van het inruimen van de keuken. Dus ik heb al best wel veel gedaan. Ik vergeet gewoon steeds het vloggen. Wij hebben dus gisteravond, dat heb ik jullie wel laten zien, de vloer eruit gehaald. Want over 4 dagen komen ze hier de vloerverwarming inmeten. En ik blijf jullie meenemen, maar ik moet nog heel erg aan het vloggen. Evie belt net, mijn zusje, dat ze Boemer kwijt zijn. Nou, ik helemaal in de stress. Kijk ik hier al uit het raam. Zit ze hier gewoon voor de deur. Ze zijn bij mijn ouders nieuwe huis best wel wat lawaai aan het maken. En alle deuren stonden open, dus Boemer dacht, toeloe, ik ga even bij Fem kijken. Nou, mijn donderdag blijft... Tostiedag. Boemertje is weer opgehaald. Ik ga me nu snel klaarmaken, want ik heb een fanbranding klus. En dan ga ik door naar mijn schoonouders, want daar eten wij vanavond. Daar gaan wij standaard op de donderdag lekker eten. Dus vanavond de allereerste keer. Good morning, het is vandaag zaterdag ons allereerste echte klusweekend. En we zijn al vol gas bezig. Ik heb alles afgeplakt in de serre. Het is echt een mega warme klus. En we gaan nu stopcontacten frezen, dus let's go. Hoppa, teetjes. Want dit stopcontact gaat daar naartoe. Dus van 1 krijgen we de 3 en laag. Nou, dan zal ik jullie ook even mijn werk laten zien. Dat ben ik allemaal aan het afplakken. Want dit moet dus allemaal nog geschuurd worden. Maar ja, dat zit vlak bij het raam. Ik moet het wel heel goed afplakken, want anders dan verkloot ik het raam. Zo warm. Stanley Messi. En de vliegen vinden het daar ook lekker. Dus ik zit daar echt met een stuk of 20 vliegen rond me heen. Nou, en Jus gaat weer op stopcontacten boren. Dus ik zal jullie even meenemen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te zien. Ja.
Good morning vandaag. Schilderdag. Oh, het is zwart. We gaan vandaag in de groenverf zetten. Eindelijk wat anders dan schuren. Achter me dat we de hele keuken hebben afgedekt. Iedereen is alweer weg. Het was net echt een drukte van je welste hier in huis. Want Jim, een vriend van Just, die kwam Justin helpen. En mijn schoonouders kwamen hier schilderen. En het is gewoon echt super snel gegaan. Ik zal het jullie even laten zien. We hebben namelijk de grondverf op de serre gesmeerd. Nou, en zoals jullie weten gebruiken wij de verf van Lab Paint van Vesting. Super chill. En volgens mijn schoonouders werkt het heel lekker. Ik ga het van de week gebruiken, dus ik ben heel benieuwd. En het dekt echt als een jekko. Niet normaal. Dus omdat het zo lekker smeert, waren mijn schoonouders eigenlijk ook super snel klaar. En ik had het natuurlijk heel goed opgeschuurd en heel goed afgeplakt.